Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Ik help jullie elke dag om 10 minuten je spieren te trainen, zodanig dat je op een leuke manier kan blijven bewegen en alles kan blijven doen wat je wil, ook als je ouder wordt. Er komen elke dag mensen bij, dus dat vind ik fantastisch om te zien. Ik heb ondertussen net de kaap van 100 gemeenten bereikt. Ik heb het aangevuld op de kaart hier. Dus hier zie je de 100 gemeenten van waar jullie al hebben laten weten waar je vandaan komt. Als je gemeente er nog niet tussen staat, laat dan zeker even iets weten in de comments hieronder, want ik wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken en ook liefst zo snel mogelijk nog meer gemeenten bereiken. Er zijn 300 gemeenten in Vlaanderen, dus ik heb er nog 200 te gaan. We gaan vandaag een workout doen waarbij onze hartslag wat gaat stijgen. Heel belangrijk om dat regelmatig te doen. Let's go! Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! De training die we vandaag gaan doen is dus vooral bedoeld om onze hartslag te laten stijgen. Als eerste oefening mag je wandelen en je mag wandelen met hoge hielen. Ja, dan mag je zo traag of zo snel doen als wat jij zelf wil natuurlijk. Je mag elke oefening trouwens trager doen dan dat ik ze doe. En probeer je hielen zo hoog te heffen als je zelf kan. Ja, rustig aan. En je mag daarbij je armen meenemen. Zodanig dat je bloed al een beetje gaat stromen. Heel goed. 3, 2, 1. Rustig, dan mag je je handen op de schouders zetten. En je ellebogen rustig cirkels laten draaien. En daarbij mag je nu de knieën ook nog gaan heffen. Ja. Doe het zo hoog als dat je zelf comfortabel vindt. Ja. De oefeningen die we vandaag doen zijn eigenlijk ook goed voor je balans. Ja. En voor je hersenen. Want er zit ook wel wat coördinatie in. En coördinatie, daarvan blijven je hersenen scherp. Nog 10 seconden. Je mag ook eens wisselen van richting met die ellebogen. 3, 2, 1. Heel goed. Dan mag je 2 voeten naast elkaar gaan staan. Dan gaan we 4 keer naar voor boksen. En dan gaan we 4 keer naar 1 kant boksen. En dan komen we weer naar voor. 4 keer naar voor. En dan gaan we naar de andere kant 4 keer boksen. Ja. Oké. Dan weer naar voor en dan weer opzij. Als je naar opzij gaat, kijk naar mijn voet. Mijn voet die draait een beetje in. Ja. 4 keer naar voor weer en dan weer 4 keer naar daar. Je mag sneller gaan dan dat ik het doe. Je mag trager gaan. We zitten in dit ritme. Zij, voor 4 keer en dan weer zij. Heel goed. En dan weer voor en dan weer zij. We gaan nog 1 keer naar voor. En we gaan naar de volgende oefening. Dan gaan we onze handen naar beneden brengen en een kleine squat doen. Dan komen we rechtop. Ja? En je gaat elke keer als je rechtop komt naar 1 kant neigen. Ja? Je handen die mag je iets hoger brengen als je kan. Ja? Probeer goed in balans te zijn bij je squat. Ga niet te diep. Een niet te diepe squat. Je gaat dus van de ene kant, als je recht komt, naar de andere kant. Heel goed. Lichte rotatie met je bovenlichaam. Heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Adem rustig in en uit. Je mag steun zoeken bij een muur of bij een tafel of een stoel. En dan ga je de elleboog, die is hier hoog, die gaat naar onze andere knie komen. Ja, dus de knie komt nu wel vrij hoog. En je probeert je elleboog altijd weer ver naar boven te brengen. Ja, ga zo hoog als dat je daar kan. Zodat je dat lichaam even volledig uittrekt. Heel goed. Rustig aan.
laatste. Adem rustig in en uit. En dan gaan we hetzelfde doen. Andere kant. Elleboog is hoog. Zorg dat je stabiel staat. Ja, je staat natuurlijk op één been daarbij. Elleboog komt naar die knie en gaat dan weer weg. Doe het op je eigen ritme. Mag trager dan dat ik het doe. Je bent hier ook je buikspieren aan het trainen. Ja. Ja. Heel goed. Heel goed. Nog vier keer. Nog drie. Nog twee. Nog één. En rust. Alright. Dan gaan we zijwaarts tikken met één voet. Ja. Tik en dan met de andere voet. Hetzelfde hand, dan ga je naar voren zwaaien. Ja. En je hand is plat. Alsof je een heel grote tafel moet afwegen. En je elleboog die gaat naar je schouder en komt dan terug. Heel goed. Doe het rustig aan. Heel goed. Fantastisch. Je mag dit ook trager doen dan wat ik het doe. Heel goed, kom aan. Drie, twee, één. Alright, dan gaan we terug onze knieën heffen. Ja. En je handen die brengen daarbij zijwaarts. Ja. En bij elke knie probeer je nu de knie te tikken. Ga zo hoog als dat je zelf kan, maar zorg dat je stabiel bent. Dus je mag ook je knie minder hoog tikken. Maar je probeert altijd die knie dus te gaan tikken. We zijn al voorbij de helft weer. Hartslag is ondertussen goed aan het stijgen. Je doet het super goed. Hou het vol. Heel goed. Kom maar. 5 seconden nog. 4. 3, 2, 1 en rust. Oké, dan mag je een stoel erbij nemen en dan gaan we gaan zitten op de stoel in een squat met onze handen in bidpositie. In bidpositie even aandrukken voor die borstspieren en dan kom je recht en mag je je handen omhoog brengen. Ja? Dan gaan we weer zitten in de bidpositie en omhoog komen recht. Yes. Oké. Even de handen tegen elkaar drukken. Je voelt je borstspieren aantrekken terwijl je naar beneden gaat. Heel goed. Doe het rustig aan en ga zo hoog bovenaan met die handen als je kan. Het hoeft niet zo hoog als ik te zijn. Heel goed. Heel goed. 4, 3, 2, 1. En dan komen we terug rechtop. En dan gaan we hier weer onze knieën heffen. Ja. Je vuisten die zijn naast je lichaam en daarmee ga je nu kleine cirkeltjes draaien. Kleine cirkeltjes. Ja. Heel goed. Hartslag is aardig aan het stijgen. Heel goed. Als je het te zwaar vindt aan de armen, dan mag je ze even laten zakken. Ja, maar je mag ook gerust verder doen. De knieën die blijven gaan. We zijn in de laatste 10 seconden, dus je mag nog even herpakken met de vuisten. Je mag ook eens rugwaarts draaien nu. Heel goed. 3, 2, 1. Heel goed. Adem in en uit. En dan gaan we nog 2 oefeningen doen. Je gaat zijwaarts tikken terug. Zijwaarts tikken. Bij elke tik ga je 2 handen omhoog duwen. Ja, heel goed. Alsof je het plafond naar boven wil heffen. Ja. Heel goed. Ga niet te snel. Zodanig dat je armen je benen kunnen volgen. En omgekeerd. Heel goed. Kom aan, nog 10 seconden. Nog 4. 3, 2, 1.
Rust. En dan zitten we bij onze allerlaatste oefening. En dat is achterwaarts tikken. Je gaat nu achterwaarts tikken. Ja, ook je billen wat aan het trainen. Je handen die starten laag. En bij elke tik ga je je handen omhoog brengen. Ja. Heel goed. Heel goed. Kom maar. Hou dit vol. Het is onze allerlaatste dikke 20 seconden. Niet veel mee. Je doet het fantastisch, dus hou het vol. Je mag 4 zijn. Er zijn nog 12 seconden te gaan. Nog 4. 3. 2. 1. En rust. Fantastisch gewerkt weer. Je mag echt trots zijn op jezelf. Hartslag is goed gestegen. Heel belangrijk om dat regelmatig te doen. Als je nog een stretching wil doen, of als je nog een andere workout wil doen, specifiek voor benen of armen, klik dan even hier of hier. Daar kan je alle workouts nog even vinden. Ik zie je heel graag morgen terug. Geef ook een like als je het een leuke video vond, als je vindt dat ik het heb verdiend. En dan zie ik je morgen graag terug.